Zijn jullie alleen? Alleen, wel het is te zeggen. Oeh, je bent zwanger. Dan komt er nog een beertje bij. Voor wanneer is het? Oef, dat duurt nog wel even. We willen hier een winkeltje beginnen en zorgen dat het klaar is voor de beerbie komt. Geweldig! Zie mij hier nu liggen, helemaal overkrapt door een kat. Ja, Bill, maar die kwasi heeft u gewoon. En sprong ineens op u. Dat is toch geen gewone dierenkwaasie? Nee, dat denk ik ook niet. Het zou me zelfs niet verwonderen, moest die zelfs een paar jaar in de kattenbak hebben gezeten. Ja, ja, ik weet het. Ik moet me leren beheersen. Maar zo'n hond, als ik dat zie, dan dan. Uh... Denk toch de ook eens aan ons? Ja, wij worden altijd voor het lapje gehouden. Oh ja, dat is toch normaal? Jullie zijn lapjeskatten. Lap, nu doet we het weer. Oh, oh, oh la la, zo'n gevecht in mijn café is slecht voor de klanditie. Zo blijven de dieren weg. Ja, ik heb in een circus gewerkt en mijn man bij de televisie. De televisie? Ja, bij de BRT. Ze zijn toen eens komen filmen in het circus en zo zijn wij verliefd geworden. En nu willen wij het wat rustiger aandoen. Het is een kleine zaak in een rustig dorpje, leek ons wel wat. Zo rustig is het hier anders niet de laatste tijd.